Hey, je hebt nu die leeftijd, dus je moet uitkijken dat je de shisha aanraakt. Dat ze met de subs omgaan. Dan heb je al gezien en dan denk je, oh, jij kan vechten, weet je toch? Dan heb je er anders van, hè? Je bent 2 jaar weg met z'n bron. En gooi. Ik ben gewoon stilstaan. Gewoon stilstaan. Ik ben direct bij. Juist. Gewoon stilstaan. Ja. Of vandaag? Ja. Sterk, jongen. Sterke dingen. Dus luister dan, waar ben je, man? We komen je opzoeken, man. Waar ben je? Welkom, Fight Press. We gaan zo meteen even met Ismael Benali spreken. Ik wil weten wat hij ervan denkt van de partij. Zijn maatje Redouane Lacoubi moet tegen Typhoon Oskan vechten. Hij vroeger zelf ook een keer een invalpartij gehad tegen Typhoon Oskan. In de tweede ronde is hij toen neergegaan op een leverstoot. Daarna heeft Redouane Lacoubi ook tegen Typhoon Oskan gevochten. En Redouane Lacoubi ging toen ook neer, alleen dan op een KO. Nu is de vraag, wat gaat er gebeuren? 30 september, Antwerpen. Stay tuned. Niet mooi, heerlijk. Mooi. Lekker. Goed. Tuurlijk. Oké, dan zoals je ziet zijn we hier met Ismael Benali, de prins. We kennen elkaar van way back. Ja, way back. Iedereen van Den Haag die trainde vroeger toen de tijd altijd bij Thai Boxing Den Haag. Ja, bij Jerry. Bij Jerry. Jerry Yoku. Ja. Long time dingen. Ik denk dat iedereen daar vandaan komt. Wanneer moet je weer vechten? Als het goed is, vecht ik weer 2 december hier in Den Haag, in het Zuidpark. Ja, dan vecht ik hopelijk. Oké, dat is voor Fight Sense. Ja. Mooi zo. De tegenstander is bij ons al bekend, maar dat zullen wij later bekend gaan maken als topper. Precies, ja. Redouane Lacoubi. Typhoon Oskan, zeg jij het maar. Ja, ik ga sowieso met 100% vertrouwen achter Redouane staan. Niet omdat hij alleen mijn vriend, mijn neef of mijn broer is, daar niet van. Maar gewoon, ik heb hem in die 2 jaar echt zien groeien, ook al was ik hem niet. 2 jaar geleden was hij heel anders. Vocht hij ook anders, had hij ook een andere mentaliteit. En nu staat hij gewoon echt met 2 benen op de grond. Ook omdat hij getrouwd is, hij heeft kinderen. Dus hij focust zich alleen op zijn familie en op het trainen. Dat is, weet je. Jij hebt zelf ook al de ring mogen beproeven met Typhoon Oskan. Ja. Hoe ging dat volgens jou? Ja, dat is ook weer een tijdje geleden. Dat is een jaartje of 3 terug. Dat was net 2 dagen voor mijn vakantie. Het was ook in Antwerpen in België waar Appa tegen, waar Redouane Lacoubi tegen Typhoon gaat vechten. Eigenlijk een beetje een rematch-achtig iets. Ja. Hij moet voor jou een rematch vechten? Of? Ja. Hij doet het niet voor mij, hij doet het voor zichzelf, weet je. Oké, dank. Maar toen ik tegen hem vocht, was het een invalpartij. Typhoon moest tegen Jiraiya vechten, Mootje. Ja. Maar ik weet niet wat er aan de hand was met Mo. Als het goed is het wat met geld of zo, weet ik niet. Ja. Lang geleden. Maar toen vochten ze niet elkaar, toen belde Hisham, Al-Ghawi belde me. 2 dagen voor die wedstrijd belde hij me op van, hey, wil je vechten? Ik zei, ja toch, tegen wie? Zei Typhoon, ja toch even. Hij heeft een goede naam, waarom niet? Ik pak hem wel, ja toch? Eerste ronde had ik gewoon goed gevochten. Ik had niet getraind voor die wedstrijd, weet je. Want ik ging op vakantie. Dus ik had de eerste ronde had ik hem wel aangepakt. Dat kan je ook zien op YouTube. En in de tweede ronde ja, werd ik moe. Gaf hij mijn levensstoot, ging ik zitten. Maar ja, Typhoon, ik kon hem wel een keer tegen. Shit, Oké, dan ben je ook een beetje bezig met Issy. Ismael Benali, soms ook een beetje trainen. Traint hij nog een beetje? Ja, Issy Benali, ik train nu volop met hem. We zijn elke dag samen om te trainen. Hij houdt mij scherp, ik trek hem weer naar de niveau waar hij hoort te zijn. Maatje sinds vroeger, toch? Sinds way back. Sinds, way back! Voor kickbox. Way back! Voor kickbox kenden we elkaar al. Maar dat is het. Jullie weten, hij is een tijdje eruit geweest. En hij hoort ook op die niveau waar wij zitten en daar gaan we hem nu mee helpen om naartoe te trekken. Juist, mooi. We gaan ook denk ik vandaag even bij hem langs. Kijken wat hij over jou te vertellen heeft. Kijken of die... Het zou ook wel goede dingen zijn. Weet je, vast wel en ik ben benieuwd. Nu gaan we Redouane Lacoubi hebben. Je zegt dat hij hard traint, dat hij anders is gaan vechten in zijn manier.
Ze noemen hem de Gladiator. Vind jij ook dat hij echt een... Ik vind hem persoonlijk echt een strijder. Wat vind jij? Ja, kijk. Altijd al. Vanaf van zijn nieuwelingspartijen. Is hij altijd een Gladiator geweest. Weet je? Hij krijgt klappen. Hij gaat neer. Hij staat op. Hij geeft niet op. Tot hij gewoon echt... Is waar hij moet zijn. Ja, weet je wel. Weet je toch? Of als hij KO ligt. Maar anders geeft hij niet op. En dat is hij ook op training. Ook, hij heeft ook die doel, hij heeft ook in zijn leven, als je hem zo ziet, niet eens in het kickboksenring of op de sportschool, gewoon buiten. Als hij een doel heeft, dan ga ik ervoor. Daar heb ik altijd respect voor hem gehad. Zeker man, we kunnen veel van leren. Ja, zeker, zeker. Ik leer ook nu. Nu leer ik ook veel van Appa, weet je, hij heeft kinderen, hij heeft een vrouw. Ik leer daar ook van, weet je, hoe je stabiel in het leven moet staan en met kickboksen erbij. Hoe je dit allemaal mixt. En ik heb altijd respect voor hem gehad. En nu heb ik nog meer respect. Nu zit hij in het toernooi. Ja. En hij kwam als invaller. Kwam die? Als een underdog. Als een underdog. Ja. Yassin Beiter aangepakt. Mohamed Jiraya was een beetje controversieel, maar de wedstrijd heeft hij toch naar zich toegeëigend. Ja. Of everything. It's who's fittest now, it's who wants it most. Jiraya's exchanging some words. We have no idea what he's saying. Good right hand from Jiraya. Jiraya coming forward. Lukubi on the ropes. Combination back from Jiraya. Big left hook misses. Combination as he steps in with a knee. Steps in with a knee. See the disappointment on Jiraya's face if he knows what the judges are thinking already. Nobody knows. But there was when he sees it back, he'll know that he was in an absolute classic. Yeah. Jiraya looks upset. He needs no decision being given it's yet. Not the referee's fault. And the winner of four rounds in the extra round is the manager, Red Corner. It's absolute disgust going on. Nu dan. Laatste obstakel, Typhoon Oskan. Waar kunnen ze kaartjes halen? Bij hem, bij jou, waar? Ik verkoop geen kaartjes, weet je, omdat ik niet vecht. Ja. Maar als je kaartjes nodig hebt, kan je gewoon Redon Lukubi met hem contact opzoeken via zijn Insta, Facebook, weet ik veel wat allemaal. Bij het tramhalte staan, rijdt hij wel langs. Bij het tramhalte staan, rijdt hij wel langs, HTM. Ja toch, ja. Ja toch, makkie. Zo gaat er niks. C2M. Zo klopt hij. Baan. Zoals jullie zien, Ismail Ben Ali. Jullie gaan sowieso binnenkort veel meer van hem horen. Hij is weer terug van weg geweest. En hij zegt dat hij sowieso op 5 cents, 2 december gaat hij er staan. Wij weten zelf al tegen wie. Jullie nog niet, maar... Dit wordt hier op dit kanaal een nieuwtje tegen wie hij gaat staan. Geloof me. Dat zeg ik nu alvast tegen Hafid. Ik ga het vertellen. En ik zeg het ook tegen Ibo. Anders hebben we een probleem, jongens. Oké, let's go. Fight Press. Volg en like. Follow deze jongen. Fight Press. Abonneer en like. Weet het zelf. Ik ben Hoes Dogan. Ik support mijn brada. Gladiator Redwan Lukubi. Als je vuur wilt zien, 30 september. Goed.